En dan, het is woensdag 21 oktober. Stop. Eerst even dit. De reden dat dit filmpje zo laat is, is dat ik letterlijk net van mijn werk afkom. Het is nu bijna 11:15. Ik ga nu uploaden. Hopelijk staat deze er op tijd op. Gaan we nu aan het filmpje beginnen. Dus, de verbouwingen in mijn huis gaan goed. Het is allemaal niet zo heel spannend. Ik heb geen spannende dingen om te kunnen laten zien. Ik heb niet heel veel spannends gedaan. Het meeste wat er op dit moment gedaan is en of wordt, is onder de grond. Rioolbuizen die verplaatst worden, gasleidingen, waterleidingen, nou ja, noem het maar op, dat soort dingen. Dus dat is niet heel interessant om naar te kijken. Ik heb een paar kilometer aan de elektriciteitskabel naar binnen geschoven. Daarnaast moet ik nog wat netwerkkabels naar binnen schuiven. De keuken is een heel eind op weg. Daar is het in ieder geval al gestuukt. Maar ja, goed. Dat is nog maar een begin natuurlijk. Dan moet er nog veel meer gebeuren. Moet het nog geverfd worden, moet de keuken zelf nog in. Nou ja, noem het allemaal maar op. Dus er moet nog echt wel een hele hoop gebeuren. Maar het loopt. Verder rest. Weinig andere dingen op mijn bord op dit moment. Mijn huis neemt zoveel tijd in beslag, zowel 's avonds als in het weekend, dat ik eigenlijk weinig andere dingen doe of te doen heb. Al het andere in mijn leven staat op dit moment een beetje on hold. Ik weet dat dat misschien wat saai is om naar te kijken, maar ja, helaas, daar kan ik eigenlijk niet zoveel aan doen. Wil ik ook eigenlijk niet zoveel aan doen, want ik wil mijn huis af hebben. Hoe sneller ik dat af heb, hoe eerder ik weer andere dingen kan gaan doen. Nog steeds wel druk op mijn werk. Dus dat maakt het interessant, zal ik maar zeggen. Dat zorgt ervoor dat ik vol zit. Mentaal als fysiek loopt het vol. En dat merk ik. Dat begin ik te merken na 2 maanden klussen en werken, klussen en werken, klussen en werken. Er zit schot in de zaak. Maar ik denk toch wel dat ik nog echt wel een flinke tijd nodig heb. Want na 2 maanden hebben we nog geen keuken. En daar zijn we vol continu aan bezig geweest. Dan denk je, ja maar, wat heb je dan in 2 maanden tijd gedaan? Nou, best veel. Dat heb je kunnen zien. Maar schijnbaar nog niet genoeg. Afgelopen zondag heb ik pas de echte betekenis van hel op aarde meegemaakt. Ik dacht dat ik wist wat dat was. Totdat ik op zondag naar de IKEA ging. Dat moest ik, omdat ik echt wel een kastje moest hebben. Anders konden we niet verder. Maar holy shit. Als je iets niet moet doen, is het op zondag naar de IKEA. In ieder geval die in Delft. Ik denk dat ongeveer heel Zuid-Holland dat idee had. Om op zondag naar de IKEA in Delft te gaan. En dat is niet grappig. Dat zijn echt te veel mensen op een te kleine plek. Hopelijk maak ik in de aankomende 2 weken nog wat meer mee. Dan alleen maar bouwen, werken, slapen, bouwen, werken, slapen, bouwen, werken, slapen. Dan kan ik misschien nog eens een keer wat interessants laten zien. Maar tot die tijd zeg ik, Daan, ik zie jou volgende week.